Mijn naam is Judith Webber en ik was vandaag bij Ulrike te gast om te ontdekken wat paarden met me doen. En, dat was een hele nieuwe ervaring. En wat het mij vooral gebracht heeft is ontdekken wat voor leiderschap ik eigenlijk voel bij mezelf over de paarden. Dus, ze heeft voorgedaan hoe je ze een beetje mee laat lopen en laat stoppen en eventueel achteruit laat lopen. En deze is heel mooi. Het was heel mooi om te zien hoeveel leiderschap ze daar zelf in toonde. En vervolgens mocht ik dat zelf gaan doen. En ja, heel interessant om te voelen bij welk paard ik welke manier van doen eigenlijk hanteerde. En ook te merken dat mijn bewegingen steeds subtieler werden. Bewegingen. Eigenlijk veel meer intentie. Het is heel... heel interessant en ik kan me heel goed voorstellen om, dat het voor heel veel mensen heel leerzaam is om te ontdekken hoe, waar ze zelf nog steekjes laten vallen in duidelijkheid, zo vertaal ik het dan zelf even. In duidelijkheid, dat is wel een mooi thema. Dus als je zelf niet helemaal duidelijk bent in wat je wil, dan, dan luistert de paard ook niet daarnaar. Heel logisch. Het zijn net mensen. Mooie spiegels.